hij gaat op de linker rijbaan. Mensen die hun knipperlicht niet aandoen tijdens het voorsorteren. Mensen die hun knipperlicht niet gebruiken als ze van de rotonde afgaan. Mensen die hun knipperlicht niet gebruiken als ze in een keer stoppen met rijden en eigenlijk ergens in willen parkeren. Dan sta ik daar te wachten. Ik weet niet wat je gaat doen. Moet ik er nu langs? Dan, weet je, ik ga er nu langs. Ik geef netjes mijn knipperlicht aan dat ik er langs ga. En in een keer begin je achteruit te rijden en komt je snoet zo terecht dat ik er niet meer langs ga. Dan. Mensen die überhaupt hun knipperlicht niet gebruiken. Min, het is niet moeilijk. Klik, klak, klak, klik, klik, klak, klik, klik, klak, klik, klik, klak, klik, klak, klik, klak, klik, klik, klak, klik, klak, klik, klak, klik, klak, klik, klak. Mensen die hun licht te hoog hebben, zodat het vol in je giegel gaat. Of mensen die groot licht gebruiken om een of andere reden, maar dat is wel high. Mensen die bumper kleven, terwijl ik niet eens helemaal links rijd, want dan rij je gewoon in het midden. En of helemaal rechts en dan gaan ze in je bumper kleven. Waarom wil je mijn slipstreamen? We rijden niet op het circuit. Kom op, please. Voor die maar 0,00001 cent dat het goedkoper is. Nou, kijk deze. The fuck. Die dude, dat is ook zo annoying. Dan moet je hier gaan invoegen. Maar hij moet zo nodig helemaal voorin gaan invoegen. Dus wil hij er helemaal langs. Maar ik wil gewoon netjes naar rechts om in te gaan voegen. Maar hij rijdt rechts achter me in de hoek, waardoor ik niet naar rechts ga, want anders bots ik tegen hem. En ik geef mijn knipperlicht aan en hij doet niks. Dus moet ik extra gas geven, waardoor ik misschien een bekeuring krijg om in te voegen. Dus ik voeg in en dan gaat hij er langs schieten. Alleen maar om letterlijk twee auto's verder te zijn dan ik ben. Weet je hoeveel sneller je dan aankomt? Niet. Ik kom waarschijnlijk bij een stoplicht ergens straks tegen. Mensen die bij een groen licht gewoon nog steeds op hun telefoon of zo zitten te spelen. En dan dat je heel lang gaat wachten, want ik hou er niet van om te toeteren. En als ik dan toeter, dat ze doen van... Dan is die een keer rood voor ze. Dan zie je toch zelf ook wel dat je eigenlijk te laat was. Mensen die gelijk toeteren als het groen is. Dan ben ik aan het kijken, oh hij is groen, laat ik schakelen naar zijn 1. Omdat ik eens vrij doe, want dan gaat de motor aan, dus beter voor me. Doe ik eens een 1 en dan... Wat? Mensen die een motor niet voorbij willen laten gaan. Of dat ze ergens achter bij een stoplicht staan. Dat ze precies zo in het midden gaan staan. Dat de motor er niet langs kan. Of scooter of wat dan ook. Of ik zelf met de auto dat ik eigenlijk langs zou kunnen. Maar dat ze dat dan gunnen. Dus gaan ze zo staan dat het er niet langs kan. Maar vooral inderdaad mensen die motoren er niet langs laten gaan. Ik bedoel, waarom zou je ze niet langs laten gaan? Ze zijn zo fragiel. Laat ze gewoon lekker ergens anders op tijd zijn. Why you be hating on the motor? Dat hij er wel tussendoor kan. Dan hebben we natuurlijk nog één. Mensen die een parkeerplek inpikken. Soms zien we van die leuke video's dat iemand bijvoorbeeld een grote pick-up truck heeft en dan zo'n haaktonde doet en hem dan gewoon wegsleept en dat soort dingen. Dat is funny. Als je de auto niet sloopt. Maar ja, mensen die je plekje inpikken, dat jij daar al staat te wachten en denken. Dat ze zien dat jij van de afstand al aangeeft dat je erin wilt gaan en dat het erin gaat. Mensen die dubbel parkeren. Is, dan sta je bijvoorbeeld bij een stoplicht of in een straat, een drukke straat, en diegene voor je haalt zijn voet van de rem af en die komt op je af, en je doet het en hij blijft gewoon verder op je afkomen en je doet het en hij blijft verder op je afkomen en dan duurt en dan niet door. Kom op, hoeveel weegt je voet? Je hoeft hem er alleen maar op te leggen, hij remt vanzelf al hoor. Mensen die in een drukke straat of bij een stoplicht in één keer en ze achteruit willen. En dan boos worden omdat ze niet achteruit kan omdat er nog iemand achter jou staat. Wat moet ik doen? Moet ik op gaan stijgen en dan achter... Mensen die je dan inhaalt, de snelweg, en dan wil je ze inhalen. En wat gaan zij dan doen? Gas geven. Waarom? Je ziet toch dat ik al van achteren harder rijd, netjes inhaal. En dan in één keer moet je ook hard gaan rijden. En dan ben ik je uiteindelijk voorbij omdat ik nog extra gas moet geven. Dan ga je mij inhalen. Ik werd er zo niet tegen dat ik je inhaal omdat jij eigenlijk langzaam reed. Mensen die überhaupt niet helemaal zeker zijn of ze willen invoegen of niet. Dus dan extra gas geven en dan niet de knipperlicht aangeven, maar wel alvast naar rechts. En dan kom je aan, oh nee, ik moet naar rechts. En dan knipperlicht aangeven. Maar eigenlijk ben je nog steeds te ver om hem in te halen. Dus geef je gewoon wat minder gas. En dan gaan ze niet. En dan ga je gas geven en dan willen ze weer gaan. Zelfs als dat je op straat loopt en iemand loopt recht op je af en jij gaat naar rechts om er langs te gaan. En zij gaan ook die kant op en dan ga je ook die kant op en dan ga je ook die kant op. En dan loop je in een pad op tegen de kamer. Maar dan met de auto's, dan heb je dat dus ook wel even. Ja. Of
of als je op een doorgaans weg rijdt en je hebt maar één baan en je moet rechtdoor en rechts is om naar rechts te gaan. En dan gaat iemand naar rechts en op het laatste moment, nee, ik moest helemaal niet hier naar rechts, ik moest echt hier rechtdoor hoor, sorry, ja, ik wist het echt niet. Aha, nobody believes you. Niemand gelooft erin dat jij echt naar rechts moet. Je wil gewoon zo nodig weer een paar mensen inhalen. Of dit, hier, recht voor me. Waarom? Die gaat gewoon, hij is gewoon gaan remmen. Hij was net ingegaan. Maar dat ken ik. Of als je gewoon aan het rijden bent en diegene voor je gaat vol op de rem, omdat hij iemand wil voorlaten die helemaal geen voorrang heeft. Of iemand die helemaal vooraan bij je echt in een hele ketting zit en die rijdt heel langzaam. Iedereen voor wil laten gaan en iedereen achter hem zit maar te wachten. Zo van, oké, is er wat aan de hand? Nee, maar waarom laat je iedereen voor gaan? Dat ik eigenlijk niet durf. Ja, maar iedereen wacht op je. Ga. Je hebt voorrang. Nee. Ja, maar. Please. Of als je de hele tijd al een beetje achter iemand rijdt en je haalt ze in. En dan bij het stoplicht dan ga je de linkerbaan staan omdat je ze wilt inhalen. En dan gaan ze in één keer vol gas. Zo van, je kan me niet inhalen. En dan denk je, ja maar waarom? We gaan niet drag racen. Of als je naar een stoplicht rijdt en hij staat gewoon op groen. En dan denk je. 3 meter van tevoren springt hij op oranje en degene voor je gaat vol op zijn rem. Terwijl hij gewoon op oranje is die eigenlijk kan rijden. En dat, jij denkt van oké, dat halen we makkelijk, hij gaat echt over nog geen 0,000